Jongens, gefeliciteerd! Red Dead Redemption 2 is in de wereld! En namens GamersNet mag ik de allereerste gameplay video maken en jullie de game in alle detail laten zien, maar wel spoilervrij. Mijn naam is Peter Bouwman, ik ben de trotse eindbaas van GamersNet.nl, de website waar je als het goed is nu naar kijkt. En dit is de wereld van Red Dead Redemption 2. En even over spoilers, daar wil ik wel eventjes wat over zeggen. Oh nee, Peter speelt Fortnite. Dat doe ik speciaal voor onze YouTube-kijkers, hallo. Even wat over spoilers. Spoilers zijn een rekbaar begrip. Ik ga niks laten zien over het verhaal. Ik ga geen missies spelen. Ik ga niks vertellen over het verhaal. Ik ga geen enkele subquest starten. Ga ik ook allemaal niet vertellen. Maar mocht jij zeg maar het zien van de kaart en de omgeving en wat kleding en wat wapens al spoilers vinden, stop dan nu met kijken en kom later een keer terug als je verder bent in de game. Verhaaltechnisch gezien, ook mijn bende ga ik allemaal niet laten zien. Ik ga alleen maar lopen van de ene kant van de map naar de andere kant van de map. En ik ga jullie laten zien hoeveel er dan gebeurt in de wereld zonder dat je een missie speelt. Hoeveel avonturen je beleeft zonder dat je een missie speelt. Nou, je ziet het daar al. Daarachter zwemt al een krokodil, zie ik. En ik zag al net een slang aan de kant klimmen. Dit is een gameplay capture vanaf de PlayStation 4 Pro. En dat is ook waar ik de game de afgelopen week tientallen uren heb gespeeld. En zelfs met tientallen uren spelen heb ik nog niet de hele kaart vrijgespeeld. Maar ik ga wel voor mij een bekende route lopen. En jongens, welkom. Dit is Arthur Morgan. Hij staat hier mooi in het moerasgebied van de game te staren over het water. En inmiddels ben ik dus inderdaad al verder in de game. Dus ik heb al wat mooie kleding. Ik ben geen hillbilly meer. Ik heb zelfs al een stad bezocht. En in die stad heb ik gewoon mooie kleding gekocht. Want ja, ik wil er natuurlijk een beetje goed bij lopen. Maar laten we beginnen met hoe de wereld eruit ziet. Laten we even kijken dat dit allemaal kan op een PlayStation 4 Pro. Het water, hoe dat beweegt. De krokodillen die je daar in de verte ziet. De insecten die je ziet rondvliegen. De vogels in de lucht. En de bomen. Het is fantastisch. Vooral het kleurgebruik van deze game is geweldig. Overigens is het best gevaarlijk om hier te staan. Ik zou, net als in het echt in Florida, ben er 2 jaar geleden geweest. Of nee, vorig jaar geweest. Je kunt aan de kant worden gegrepen door een alligator of een krokodil. Dat kan ook hier gebeuren. Je kunt ze natuurlijk ook vangen. Je kunt in de game bijna 180 dieren vangen en villen en daarmee allemaal dingen maken. Bijvoorbeeld dat holster wat je hier zo ziet, recht voor je. Dat is dus gemaakt van slangenleer. Super vet. En wat wij gaan doen vandaag is van de ene kant van de map naar de andere kant rijden en zien wat daar allemaal gebeurt. Ik start de map even op. Als je dit al spoilers vindt, moet je echt, dan had je nu al niet moeten kijken. Ik start de map op. Hier komt die. Hier zijn we. We zijn helemaal onderaan in de map van de game. En hier is ons kamp opgebouwd. En ik zoom even uit hoe groot het spel eigenlijk is. Voilà. Dit is een stad die je later in de game gaat ontdekken. Maar wij gaan dus van hier helemaal diagonaal, helemaal naar het noorden, naar hier. Hier ben ik volgens mij nog nooit geweest. Ik zet er een marker neer. Er zit ook een glacier. Ik denk dat het een berg is. Misschien speel je hier het begin van de game wel. De eerste uren van de game zit je in de bergen. Maar ik kan hier gewoon heen zo te zien. Nee, ik ga echt helemaal naar het puntje. Ik wil gewoon de grens zien. Ik wil zien wat daar gebeurt. Kortom, we gaan helemaal deze route met onze trouwe Ros bewandelen. Overigens heb ik daar nog een soort van treurig verhaal over. Maar ik had namelijk echt een super vet paard. Die heette Morgan. Maar die is echt net een uur geleden doodgeschoten. En gewoon voor altijd. Dus die ga ik ook nooit meer terugzien. Dus ik moet een ander paard hebben. Die is dus helemaal niet zo goed geüpgraded. Dat ga ik laten zien in een andere gameplay video. Hoe ik dat doe, dat is dan wel weer een mooie kans. Hoe je wapens en je paard upgrade en zo. Maar hier gaan we gewoon puur de reis maken. En wat ik jullie wil laten zien, is dat er in Red Dead Redemption 2 van alles gebeurt altijd. Nou, kijk eens eventjes. Fantastisch, hè. Het is echt zo'n ontzettende, ja, het is gewoon een genieten van begin. Ik ben zo aan het genieten van deze game. Kijk, je hebt ook een wapen in je hand. Die kun je gewoon netjes zo wegdoen. Maar je kunt ook je wapen nog een keer pakken. Oh, dat kan niet. Ik zit aan mijn kamp. Ik loop even heel snel naar mijn paard. Hoe je kamp, daar wil ik helemaal niet zijn. Ik wil gewoon naar mijn paard. Mijn paard zit hier. Voilà. Dan wil ik toch even laten zien hoe het met dat wapen gaat. Ja, ik weet alweer. Dit gaat een gameplay video worden van een uur. Ik kan hem namelijk ook heel erg cool in mijn holster doen. Kijk eens. Voilà. Hoe vet is dat? We gaan naar ons paard. Die heb ik volgens mij nog niet eens een naam gegeven. Want die is net nieuw. Ik fluit even of mijn paard komt. Komt u maar. Je gameplay draait ook echt heel erg om jou en je paard. Je kunt namelijk maar 4 wapens meenemen op één moment. Net zoals in het echt. Alles in deze game is super realistisch, zoals het in het echt zou moeten zijn. En dus is jouw paard je opslagpunt. Jij kunt vanaf je paard allerlei vette shit pakken en wapens. En je paard is dus eigenlijk je wapenopslag. We gaan gewoon lekker rijden.
We gaan door de moerassen heen. Overigens zal ik strakjes een beetje van de gebaande paden afgaan. Overigens ga ik wel alvast twee wapens pakken die ik waarschijnlijk onderweg nodig heb. Namelijk een rifle en een pijl en boog. Want we gaan straks natuurlijk ook op dieren jagen. En als je op dieren gaat jagen, dan kun je dat het beste doen met een pijl en boog. Want dan maak je de minste schade aan het dier. En dat betekent dat het dan weer meer waard wordt. Ho, we did something wrong, hoor ik. Ik ben net begonnen. Ik heb dit nooit gespeeld. En nu al is de eerste encounter. Oh, dat zijn mensen die... Ja, maar die zijn onschuldig. Dit is de politie. Ik kan natuurlijk gaan schieten al. Wat is... Ja, ik denk dat... Au! Het eerste wat gebeurt is dat ik tegen een boom op flikker. Oh god, Tom had dit er sowieso uitgeknipt, want die had de perfecte gameplay. Nee, dat is een grapje. Maar nee, laten we gewoon ze gaan bevrijden, toch? Er zijn denk ik geen getuigen in de buurt. Dat is ook altijd even belangrijk waar je op moet letten. Komt ie. Pam. Hoppa, dat is één. En pam. Dat is ook... Oh, nog niet. Oh, sorry. Bam, dat is twee. Hoppa. Oh, er is een witness. Oh, er zijn hier heel veel witnesses. Kut. Ik moet ze even bevrijden snel. Dan krijg ik... Hoe doe ik dat? Hoe krijg ik hem open? Fuck. Bij shooting the lock. Oh, shooting the lock. Moet de lock shooten. Oké, ga ik de lock shooten. Komt-ie. Hier is die. Pam. Shooting the lock. Ik pak ondertussen even mijn andere wapens. Die schieten wat sneller. Pam, pam. Die is dood. Heerlijk, door het hoofd. Wie zijn dit allemaal? Oh, die zit op een plantage, joh. Dat had ik helemaal niet gezien. En jullie weten dat ik eigenlijk allemaal... The Gunsmith and Rhodes. De Gunsmith and Rhodes heeft iets in de basement. Kijk, dit zijn de tips die je echt kunt gebruiken. Dat is echt super fijn. Dat is over de hele wereld. Mensen geven je random tips. Ik heb hier ook de details, kan ik gelijk even oproepen. Die kun je hier dan weer terugvinden. Ik zal niet alles laten zien, want dan spoil ik natuurlijk weer dingen. Dit is dus waarom deze game zo vet is. Nu krijg ik dus weer een tip waarom ik dus naar Rhodes moet. Een plaatsje om daar de gunsmith te bezoeken. Want die heeft een geheime soort van zaak in de kelder. Nou, dat gaan we later allemaal zien. Maar we gaan eerst gewoon onze route vervolgen. Daar zie ik trouwens alweer... Wat heb ik daar? Dat is een wild zwijn. Ja, dat vind ik wel handig. Het leer van een wild zwijn is echt heel fijn. Want... die is dood. Want... Waar is hij nou? Hij komt als goed is op de kaart te staan. Oh, hij leeft nog. Nee, hij is als goed is dood. Het was rood. Dus hij gaat langzaam sterven nu. Kijk, daar gaat hij. Ah, oh, heel zielig. Hij lijdt ook nog een beetje. Ah, oh, wat zielig. Wat zielig. De WNF gaat nu bellen. Kijk, daar gaat hij. Ah, oh, we gaan hem even uit zijn lijden verlossen. Hoppata, komt hij. En daarna gaan we hem gelijk skinnen. En met de huid kunnen we allemaal super vette soort van kleding en zo laten maken. Holsters, van alles. Daarvoor moet je naar zogeheten Trapper. En die Trapper kan jou helpen met het maken van... Wat super vette upgrades voor je kleding. Je zal zien dat een dier uit meerdere dingen bestaat. Dat ziet je hier rechts in beeld. Ze hebben een pelt, ze hebben vlees, ze hebben vet. Ze hebben de horens natuurlijk. Maar de huid heb ik hier in mijn hand. En de huid leg ik eventjes op mijn paard. Zo. Die neem je ook echt mee, hè, met je paard. Alles neem je zo letterlijk mee. Hoppata. Ik kan dit gewoon stapelen. Ik kan hier veel meer huid op doen. Als ik nou zeg maar ook zijn lijk zou meenemen, dan kan ik maar echt maar één lijk meenemen. Want die doe je dan achter op je paard. En is er dan echt maar ruimte voor één. We gaan verder. Hoe ver zijn we al eigenlijk? Goed, dat is een goed begin. we gaan even een stukje rijden, proberen wat kilometers te maken. Kunnen jullie ondertussen genieten van de omgeving? We komen ondertussen wel iemand tegen. Even kijken of die wat te vertellen heeft aan ons. Je kan namelijk gewoon praten tegen mensen in de wereld. Je kan zeggen, greet. Dismiss. Oké, je kan hem antagonizen, je kan hem greeten, je kan hem roepen. Hey, mister. Oké, nou, hij is dus behoorlijk bang voor mij. Nou, rijden we gewoon lekker door. Prima. Overigens, de animatie van het paard is echt zo vet. Ik ga niet tegen iedereen praten, hoor, maar ik wil er eigenlijk nog wel even een hebben. Even stoppen. Even greeten. Hey there. Goedemorgen. Oké, dus dit geen versiertruc is, dan weet ik het ook niet. Want ik gebruik deze namelijk ook wel eens in de gay bar. Just passing the time of day. Maar... Je kan hem ook antagonize, ik kan hem ook boos maken. Who let the simpleton out of the asylum? No call for that. Nee, was niet aardig, vind ik ook. Yeah, you dope. Wow, nee, defuse. Just calm down. Oké, nou. Hij pakt even zijn wapen. Hier is trouwens een heel vet gebied. Hier is een oude oorlogs...
veldslag. Dat is natuurlijk na de burgeroorlog. En er zijn nog allemaal resten van de burgeroorlog. Nou, allemaal. Er zijn een aantal resten van de burgeroorlog te vinden in de wereld. We rijden verder. Het paardrijden werkt eigenlijk hetzelfde als in Red Dead Redemption 1. Dat betekent, voor de mensen die het niet weten, dat je een soort van in ritme op X moet drukken. In het geval van de PlayStation of het A in het geval van de Xbox One. En dan verspilt het paard geen energie. Als je echt wil sprinten, moet je heel snel op X drukken. Maar dan zie je ook linksonder dat het dus energie kost voor je paard. Hier gaan we over de langs de schitterende velden. Er is nog een missie openstaan. Wat is hier? Oh ja, tuurlijk. Wat is er aan de hand? Ik ga sowieso brood worden, denk ik. Oké, fork over what you got. Dat betekent dat ze sowieso dood moeten. Ik pak snel mijn wapens. Is er nog één? Oh, daar. Er zijn er nog meer, zie ik. Die is dood. Ha, ik schoot zijn hoofd eraf. Super knap. Pak even een ander wapen. Iets beter voor lange afstand. Appata, hij kwam mijn paard, zag je hem. Appata. Is hij dood? Nou, vervolgens heb ik een aantal opties die je kan doen. Ik zou bijvoorbeeld deze koets kunnen meenemen en kunnen verpatsen. Daar kun je extra geld mee verdienen. Maar ik kan bijvoorbeeld ook... Ja, dat moet ik sowieso doen. Ik kan ze sowieso looten natuurlijk. Laten we dat eventjes doen. Zorg dan wel dat er geen witnesses in de buurt zijn trouwens. Want anders word je aangegeven aan de politie. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Zo. Voilà, hartstikke goed. Ben ik een beetje geraakt? Nou, een heel klein beetje maar. Dat komt helemaal prima in orde. We gaan weer verder. En je ziet ook dat de wapens die ik zeg maar pak voor op mijn paard, die doe ik op mijn rug. Maar als die eenmaal een stukje ermee loopt, dan bergt hij ze ook weer op. Want ja, Arthur Morgan is een heel, heel erg nette man. Je ziet dat mijn paard wel een beetje gewond is. Nou, dat komt allemaal goed. Als het nacht is, dan gaan we rusten en dan komt het allemaal weer in orde. Je zal zien dat de gebieden op een gegeven moment een beetje zullen veranderen. Dit is een beetje een uitgestrekt gebied met ja, weilanden waar voedsel wordt verbouwd en met bossen. Later zullen we in nog uitgestrektere gebieden komen met meer water en watervallen. En ik heb het idee dat we later, echt later... Oh, dit is een hele leuke vogel. Dan moet ik even die eens doodschieten natuurlijk. Die wil ik gewoon hebben, want mij heb ik deze nog helemaal niet. Hop. Bam. Oké, nou, pak even de vogel. Zo. En dat is een turkey. Nou, hartstikke goed. Want we gaan vanavond natuurlijk ook eten als we in ons kamp zijn. En als je eet, dan heb je allemaal voordelen. Je hoeft het allemaal niet te doen hoor, eten. Maar dan krijg je wel meer health als je de volgende dag begint als je eet. Dus we nemen gewoon deze kalkoen nemen we gewoon mee. Die doe je op je paard. Alles wat je echt meeneemt, neem je ook echt mee op je paard. En we gaan verder. We vervolgen onze reis naar de andere kant van de map. Rechts worden weer dingen verbouwd. Overigens zijn er ook allemaal links en rechts bloemen te vinden die je kunt plukken. En oh, wacht, er gebeurt hier iets. Ik hoor schoten. En ik zag iets op de kaart flikkeren. Hier wordt geschoten. Oh, wat gebeurt er dan? Oh, hij is op. Oh! Hey there, partner. You interested in a little friendly? Ja, tuurlijk, maar ik ben echt heel slecht in schieten, maar ik ga het gewoon proberen. Tuurlijk. Shooting man, I've been looking for a challenge and I ain't found one. Sure, yet. $5 was prima. Why don't we find out? Good. Wanneer gaan we beginnen? Ik denk nu gelijk, hè? Ja hoor, we gaan gelijk beginnen. Whoever shoots the most. Shooting already. Oh, sorry. I don't forget what in the hell. Oh, sorry hoor, dit is echt heel erg vervelend. Ja, dat wilde ik eigenlijk helemaal niet doen. Maar ik mocht nog niet beginnen, dat is echt heel vervelend. Ik vind het ook heel rot dat hij dan zo reageert op mij. Maar goed, maakt niet uit. Goed, we komen wel weer die challenge tegen, of niet, we zien het wel. Hij had trouwens wel veel geld bij zich, maar goed. Goed, dit is slecht voor mijn karma. Je hebt honor in the game en snel wegwezen, want niemand heeft het gezien. Misschien heeft iemand het gehoord, maar ik ben in ieder geval weg hier. Hallo, goedemorgen. Zo. Daar is een hertje, hè, rechts. Leuk. Lief. Lief. Oh, voor mijn wapen. Oh, dat is een konijntje. Is ook lief. Is ook lekker trouwens. Kun je ook eten. Ja, 178 diersoorten zitten er in de game. Dit is overigens geen spoiler, want zodra de game opstart, staat er in het menu precies hoeveel dieren er zijn. Ja. Mooie... Ja, dit riviertje is er niet meer. Dat vind ik wel jammer. Want ik vind riviertjes eigenlijk het mooiste van de hele game. Maar die komen straks nog wel tegen. Ik merk dat er een trein in de buurt is. We gaan er gewoon even wachten. Dan kunnen jullie hem ook zien. Wachten bij de spoorwegovergang op de trein. Deze trein... Oké, daar zijn hertjes en er zijn konijntjes. Deze trein, overigens, die kan ik gewoon beroven als ik zou willen. Dat laat ik nu niet zien. Maar het zou kunnen.
vet, hè? Ook die stoom die er vanaf komt. Overigens kun je zelf ook treinen bedienen als je wil. Je kan, kijk, hier hebben ze dus allemaal dichte cabines. Dat is een kleine tip, hoor. Als je dichte cabines ziet, dan betekent dat er vaak waardevolle spullen in zitten. Dan moet je opblazen met een bom en dan kun je gewoon dat leeg verder. Goed, we rijden verder. Ja, de PlayStation neemt op per 20 minuten, dus dan af en toe zie je een klein knipje. En volgens mij zijn we helemaal nog niet ver. Ik heb geen idee hoe lang deze video gaat duren. Ik heb het idee behoorlijk lang. Nou goed, prima. We komen wel langs een aantal landmarks die je vooral in het begin van de game gaat zien. Hè? Dus daarom neem ik natuurlijk ook deze route. Neem niet de spannende route met allemaal dingen in de endgame. Even kijken, dit is een schitterende rivier, jongens. Kijk nou even. Overigens ben ik een paar maanden geleden in de Verenigde Staten geweest, in Pennsylvania. Ik heb twee eekhoorntjes doodgereden, want ze lopen nog steeds in Amerika gewoon over de weg. Nou, net als deze, die is nou ook dood. Nee. Oh, die is niet dood. Nou, laat, dan mag je gaan. Maar goed, ik heb wel echt twee eekhoorntjes doodgereden, want ze springen daar gewoon over de weg. Ja, je gaat natuurlijk niet remmen als je 60 km per uur rijdt en het is druk. Kalkoen, het is ontzettend gezellig druk met paardrijders op de weg. Nou, hier heb ik een bounty, dat betekent dat ik hier een keer een misdaad heb begaan en iemand heeft dat gezien. Dan krijg je een bounty op je hoofd. Dat betekent dat bounty hunters op je af kunnen komen. Nou is een bounty van $15 niet heel erg veel geld. Maar het kan veel hoger oplopen. En dan zal de politie en bounty hunters veel meer op je jagen. Dus het zal nu wel meevallen. Je kan het overigens afbetalen. Net als vandaag de dag je nog steeds je schuld kan afbetalen. Of je straf door borg te betalen in de Verenigde Staten. Want het is gewoon een gek land met hele gekke regels. En als je geld hebt, mag je daar alles. Nou, dat was toen ook al zo. Of dat was toen juist zo. Dus die bounty zou ik kunnen afbetalen. Als ik onderweg een postkantoor tegenkom, doe ik het zo niet. Dan rijd ik gewoon lekker door. Hertjes. En ik vind het al gewoon heerlijk om in deze game rond te reizen en gewoon te kijken wat er allemaal gebeurt. Te kijken hoe de omgeving eruit ziet. Oh, ik had hier naar rechts gemoeten. Ik ben gewoon te veel aan het dromen. Nou, dat is een te groot kampement. Daar ga ik even niet heen, want als ik het dan niet win, dan is de gameplay afgelopen. Zo, steken over. Gaan de hertjes achterna. Oh. Je ziet, hier wordt het al wat uitgestrekter en wat wijdser. Mijn paard is ondertussen een beetje moe, dat is heel irritant, want ik had echt een super goed getraind paard. En deze is echt voor niks getraind, dus ik laat hem even een beetje uitrusten. Ik weet niet of ik hem een bepaald paardensnoepje kan geven voor stamina. Hier heb je al je items. Even kijken, hebben we iets voor het paard? Kijken. Ja, nee, voor het horse. Ja, precies. Horse medicine, dat is wel fijn. En voor de stamina, nou prima. Neem jij lekker even... Hop. Prima, stamina is aangevuld. En ik wil eigenlijk ook even wat voor zijn helft, want ik vind het eigenlijk best wel zielig. En voor je het weet gaat hij dood. Hoppa, zo. Hop, even een spuit in dat beest. Prima, hij kan weer rennen. En hij kan weer. Wat aan. Ho, wat is dit? Oké. Okay. Wow, what the fuck? Dat paard wil ik hebben, dat is fucking goed waarschijnlijk. Oh, shit. Oh my god, die guy is gewoon dood. En dan moet ik even opletten dat er geen getuigen zijn, want ik wil natuurlijk wel even kijken wat hij bij zich had natuurlijk. Pompidom, geen getuigen? Nee, oké, pompidom. Nou, $2.20 is toch weer fijn. Wat vreselijk dat dit gebeurt met die man. Die wordt gewoon doodgeslagen door zijn paard. Jezus. En je ziet dat we komen hier in wat uitgestrekte gebied, meer canyon gebied. Misschien dat hier ook wel ergens indianen zitten. Dat zou echt heel erg vet zijn. Serieus nog nooit gezien dat gewoon een guy random door zijn paard wordt kapotgeslagen. Wat vet. Ik word er eigenlijk heel erg blij van. Goed, die man niet, maar ik wel. En daar zien we in de verte waar we naartoe gaan. Volgens mij gaan we namelijk naar de bergen. Ik ben namelijk nog nooit linksboven geweest. Maar het was wel al ontdekt. En in het begin van de game zit je in de bergen. Dus ik denk dat we gewoon weer terug gaan naar waar ik ben begonnen. Overigens moet ik dan waarschijnlijk wel even warme kleding halen. Bedenk ik me oprecht nu. Want volgens mij ben ik er niet echt opgekleed. Maar goed, dat zien we tegen die tijd wel. En als ik bevries, bevries ik wel. Of ik eet zo'n hete peper. Oh nee, dat was Breath of the Wild. Maar goed, is weer iemand. Goedemiddag. Hallo. Is het Valentine al? Het zou super vet zijn als dit Valentine al is. Dan maken we namelijk wel kilometers. Even kijken, is het Valentine? Ja, dit is Valentine. Dit is het eerste dorpje waar je in de game komt. Echt al na een paar uur spelen is het eerste dorpje. Komt ook een deel van de tutorial. Er worden hier nog allemaal dingen aan je uitgelegd. En dit is even een mooi moment voor mij om even mijn bounty af te betalen. Want ondertussen wil... Oh ja, tuurlijk. Ik ben altijd bereid om zwervers te helpen. Dat doe ik in het echt ook altijd.
Papa. Nee, dat snap ik helemaal. Hallo, sir. Oh god, ik heb hem al een keer ontmoet. Hij is heel vervelend. Hey, oh Mister, nee, heb ik echt helemaal geen zin in. Nee. Nee. So mad. Ik, nee, maar, ja, Jort zo. Hey, luister nou, ik heb hier gewoon geen zin in. And they said I was crazy. I'm not crazy. Not like you. You beat nee, up doe even fella. Gewoon chill. Ga... He wants beat me up. Ik wil gewoon mijn borg afbetalen. Dan ga ik ook weer verder. Zo, waar is de postkantoorman? Hoe heet zo iemand? Postbode? Nee, ze weet geen postbode. Hij brengt... Het is gewoon de postoffice man. Postoffice medewerker. Pay bounties. Hallo zo. Welcome. Pam. Liberty is precies, ik had daar ook nog een hele hoge bounty, zie ik trouwens. Dus nou, ik betaal even alles af. Thank you. And best of luck to you. Ja, ja, ja. Take care now. Valentine, schitterend plaatsje. Ga jullie allemaal zelf helemaal beleven in de game. Nee, dat is geen probleem. Ik ga gewoon rustig verder. Ik wil gewoon alleen niet beschoten worden door agenten. Dat is eigenlijk alles wat ik wil. Waar is mijn paard? Oh, daar. Zo. Ja, joh, doe rustig, man. Die sporen in de weg, vet, hè? Oh, ik zie daar trouwens. Dat is al wel weer leuk. Ik zie daar rook. Waar is die rook? Waar komt die rook van? Oh, komt dat uit een huis? Of komt dat van een kamp? Want ik kan wel even kijken. Oh, dat komt uit een huis. Oh, dan vind ik het niet leuk. Als het uit een kamp komt, dan ga ik erheen. Maar als het uit een huis komt, dan niet. Nou, we gaan verder. Zo, Valentine. Ik moet wel een stukje doorbreiden. Het Saints Hotel zit hier. Heb ik meermaals geslapen. Hier kun je ook bijvoorbeeld bounties oppakken. Kun je mensen oppakken. Kun je de sterke arm der wet even helpen. Maar we gaan verder door de bossen. Door het grasland. Oh, ik zie dat er even iets gebeurt nou. Mijn paard is namelijk vies. En als mijn paard vies is, dat wordt je op een gegeven moment als hij heel veel loopt. Als mijn paard vies is, dan is het wel fijn als je me even schoonmaakt, dan heeft hij meer uithoudingsvermogen. Pardon? Dat doe ik even zo. Brush. Zo. Paardje. Die heeft ook nog geen naam, maar hij heet Tennessee Walker. Nou, prima. Zo, nog. Nog even een beetje schoonmaken, zo. Dus dan geef ik hem... Geef ik hem een stukje voedsel, dan wordt hij ook weer blij van. Zo. En we gaan verder. Prima. Overigens, dat zadel neem je wel over van het oude paard. Dus ik heb een heel mooi zadel gekocht. Dat ben ik gelukkig niet kwijt. Dat scheelt allemaal weer. Het wordt wat bergachtiger, zoals jullie zien. Ontzettend vet. Die hoogteverschillen in deze games is super tof. Soms is het echt heel gevaarlijk en flikker je bijna van de ravijn af. En ik heb het idee dat we hier ook in berengebied komen. Ik wil nog niks beloven, maar... Ja, de kans is natuurlijk aanwezig dat je een beer tegenkomt. Of ja, wat hebben ze hier nog meer? Panthers en zo. Heeft hij wat te melden? Alright, simmer down. Be gone. Oh, er is daar iemand in het water. Wat is er aan de hand? Hey, friend. I just don't want him to see me. We're not friends anymore. We're not. They won't forgive you. They didn't forgive me. There is no forgiveness. None, friend. None. I know you want it. I can smell it on you. Well... It ain't happening. No. It isn't. Is helemaal goed. That's why I'm out here, well away from them. See, they come for me, but I'm watching. Yeah. I never sleep. Ja, je zou zeggen, jij kent het niet hoe die man is, maar de meeste YouTube-comments komen toch van dit soort mensen, geloof ik. Is dit het, of mag ik nog? Oké, nou, die man wilde gewoon even wat vertellen. Hij is super vet. Echt super vet, hoor. Oh, hij heeft een graf hier. Oh, wat is hier aan de hand dan? Ik wil het nou echt weten. Hij ligt naast iemand die dan dood is of zo? Ja, okay, ja, ik laat maar liggen. Ik vind het een raar verhaal. Kaarsjes ernaast. Hey, paardje. Lekker gedronken. Wat moet gebeuren? We volgen onze route. Vet, hè, dat water. Dat vind ik zo awesome hoe dat eruit ziet.
Ah, oh, lieve vosje. Ah, oh, lief. Heb ik al een vosje gevangen trouwens? Oh. Vraag me toch af. Volgens mij niet namelijk. Damn folk. Nice. Ik heb volgens mij nog helemaal geen vos gehad. Echt heel tof. Ja, vosje. Ik ga hem gewoon oppakken. Ik zou hem nu kunnen skinnen. Maar ik wil hem misschien vanavond nog opeten. En als je de huid eraan vastlaat, dan blijft het langer goed. Want dan wordt het natuurlijk beschermd door zijn huid. Dus als je hem eerst skint en daarna een soort van ja, kaal op je paard doet, ja, dan verdort hij heel snel in de zon. Dus dat doen we maar niet. We vervolgen onze weg. Wat schitterende rivier hier rechts trouwens. Ik vind het zonde om hier te rennen. Dat wil ik ook eigenlijk niet. Kijk hoe vet het is. Daar wil je trouwens niet in belanden. Ik ben een keer ingevallen. Dat loopt gewoon niet heel erg goed. Hey, mister. Hallo. Hey. That's a fine horse you got there. Thanks. Alright. You will now. Bye now. Overigens komt het ook wel eens voor dat je adviezen krijgt van mensen, hè? Want dat ze je helpen met iets. Van daar is iets of whatever. Oh, treintje hierboven. Oh, wat vet. Ja, ik weet het. Maar dat doen we toch echt niet. We komen nu echt de bergen in. Ik heb het idee dat hier ook langzaam kouder gaat worden. Ik hoop dat we het nog overleven nog lang, want ik heb geen andere kleding bij me. Maar misschien is er wel ergens een winkeltje op. Nee, je zou toch zeggen dat er zo'n bergwinkeltje ergens is. Geen idee. Ik ben echt super benieuwd wat jullie van de game vinden trouwens. Want ik ben echt helemaal weg van deze game. Je ziet inmiddels de sneeuwgrens komt. Dat betekent dat het langzamerhand kouder zal worden. En dan moeten we volgens mij nog best wel een eind. Je ziet ook hier dat de bomen langzaam kaler worden. Oh, hier is een bosbrand geweest trouwens. Dit heeft helemaal niks te maken met de sneeuwgrens. Dit is gewoon, het zijn zwart geblakerde bomen. Wat zie ik daar rechts voor dieren? Oh, dat is gewoon weer een hert. Herten zijn trouwens echt in overvloed. Hè? Dus dat denk je in het begin, oh wat bijzonder. Maar dat zijn een beetje de ratten van het Wilde Westen volgens mij. Inmiddels zitten we in de sneeuw. Je ziet dat er nog wel blaadjes groeien aan de bomen. Dat zal straks ook niet meer zijn. Het klimaat is goed nagemaakt. Ik ga mijn paardje ook een beetje met rust laten. You are now cold. Your core will drain faster. Oké, wolven. Oké, waarom word ik nou weer aangevallen door wolf? Ik vind dat niet tof. Zullen we even het Dead Eye systeem proberen? Dat kan wel. Hoppa. Oh. Nu wordt mijn paard natuurlijk ook bang. En nu laat hij me dus los. Kijk, dat is dus heel vervelend. Mijn paard die heeft me laten gaan. Dat is echt super dood. Ho. Van water gaan. Bam. Hoppata. Die zijn ook weer eraan. Ik ben een klein beetje health verloren. Je ziet ook dat de sneeuw nu heel diep is. En de wolven die hebben natuurlijk ontzettend mooie huiden. Daar kun je dan later weer vette kleding mee laten maken. Ik wil wel dat mijn paard even terugkomt, want ik hoop ook wel dat hij dat doet trouwens. Want anders moet ik echt heel eind lopen en ik moet mijn huiden kwijt kunnen natuurlijk. Oh, kijk hoe vet die sneeuw eruit ziet. Hoe tof is dit? Het is natuurlijk ook heel lastig lopen in de sneeuw op een gegeven moment. Ja, het is gewoon te diep. Ik roep even mijn paard erbij. Het gebied heet de Grizzlies. Ik heb het idee dat er wel beren zitten. Ah, nice. Paardje luistert nog. Ah, super vet. Ja, paardje, kom nou. Ik ga ondertussen wel even wat held nemen, want... Zo. Prima, Miracle Tonic. Kom nou hier, paardje. Ja, weet je, dit is een nieuw paard. Hij luistert nog niet zo goed, is nog niet zo snel. Weet je, dat heb je gewoon met nieuwe paarden. Die moet je weer helemaal trainen, moet je aan wennen, die moet upgraden. Van alles en nog wat is heel vervelend. Dus ik zal ook verder maar één stukje huid zal ik opslaan. Want dat kan je trouwens gewoon stapelen onder het vosje. Kijk, hoppata. Helemaal goed. Helemaal prima. Maar verder, kijk, ook de sneeuw zit mooi aan mijn kleding. De game ziet er sowieso fantastisch uit. Ik weet het, ik ben ook deels PC-gamer, maar ik ben er toch altijd weer magisch trots op hoe tof het is. Hoe ontwikkelaars, zeg maar, ook zoveel kunnen toveren uit die spelcomputers. Het ziet er echt fantastisch uit. Jammer 30 frames. Jammer 30 frames. Het ziet er gewoon fantastisch uit. We gaan nog verder omhoog. Paardje heeft het zwaar. Zo, is dat weer gewoon een hertje? Easy. Ja, is dat een hert of is dat een dier wat ik nog niet ken? Dat wil ik eigenlijk nou wel weten ook. Ja, en dit bedoel ik dus met de game, waarom ik er zo lang mee bezig ben. Je komt gewoon elke keer wat tegen waar je gewoon zin hebt om...
Een steenbok. Die leven natuurlijk alleen maar in de bergen. Ja, sorry, we moesten een klein knipje maken. Ondertussen ben ik iemand tegengekomen. Ik ga zijn... Hij wil hulp met het zoeken naar zijn vriend. You're a good man, bless you. I'm gonna keep looking around the cabin. That's where I last saw him. If you could search the wider perimeter, I'd really appreciate it. Oké, ja, sorry, het ging net eventjes mis met de capture. Het ging eventjes helemaal fout. Ik ben bij het meer weer opgestart. Ik kwam gelijk iemand tegen. Dus daar pakken we het even op. Sorry daarvoor. Er ging gewoon even wat mis met de capture. We gaan verder. En we krijgen zelfs in de bergen... Moeten we mensen... krijgen we een soort van kleine missietjes. Nu moeten we dus iemand gaan opsporen. En in welk gebied dat moet, dat is in dit gebied. Dat is best wel een aardig groot gebied. Ik denk dat ik eerst even gewoon een beetje naar het midden ga. Of een beetje omtrekkende beweging eromheen. En we gaan zoeken naar zijn Oeh, trouwens, hoorde je dat? Hoorde je... Dat is het gekraak van het sneeuw. We zoeken Tucker. Ik vraag me af of Tucker een gast is. Of misschien wel een beer of zo. Het zou niet de eerste keer zijn dat je een soort van wordt misleid. In de game. Dat gebeurt namelijk. Dat zijn grapjes. Kijk hoor. Oh god, bloed. Dat is nooit goed. Oh god. Oh nee. Ik denk dat dit Tucker is. Dus ik ga ervan uit. Oh man. Ja, ik check even zijn body. Sorry. Helemaal vastgevroren. Oh god. Ja. Heftig man. Die is er gewoon niet meer. Ja, zou ik niet gewoon het lijk meenemen? Oh, ik ga hem alleen informeren. Oké, prima. Oh, die sneeuw is vet hè. Ja, goed. We gaan terug naar zijn maatje. Oh, dat vind ik wel echt heel zielig. Arthur doet ondertussen even zijn... ik moet even trouwens health pakken, want ik heb het nog steeds koud. Dus ik krijg steeds... Ja, voilà. Drankje. Hoppata. Oh, gooi me neer, joh. Hey, so, find anything? Yeah. He's up the hill a ways, over on a rock. Listen, friend. Dit is slecht nieuwsgesprek. Tucker? Oh god. Slecht nieuwsgesprek hoor je eerst het slechte nieuws te brengen, duidelijk. Je vriend is dood. Dan wachten op de rouw, op de schok en dan uitleggen waarom. Dat is even voor in de toekomst, mocht je zelf een keer zoiets nieuws brengen. Dat is een, is les 1 slecht nieuwsgesprek voeren. Maar goed, het is natuurlijk 1899. Je kan Arthur Morgan ook niet kwalijk nemen dat hij wat minder civilized is in het brengen van slecht nieuws. We gaan verder. We moeten nog best wel een stukje. We wilden helemaal naar de hoek van de map. Dat betekent dat we nog een soort van dorpje langskomen of zo. Super vet. Gaan we zien. En dan komen we als het goed is bij de gletsjer uit. Dit zijn weer bokjes. Dat gebeurde in het eind van de vorige video. Ging het daar mis. Goed. Dus ik heb nog steeds geen steenbok gevangen. Oh. Daar is trouwens een konijn ook. Zie je hem? Lief, hè? Konijntjes. Ik vind konijntjes ook echt super lief. Doe normaal, gast. Echt. Ik vind mijn paard ook niet leuk, hè? Dood. Blijf van me af. Hoppa. Nice. Lekker gedaan. Ah, mijn paard. Ik ben echt super trots op mijn paard. Ik heb nog steeds een naam nodig voor mijn paard, hè? Dus geef even goede adviezen ook, zou ik zeggen. Want ik wil gewoon een toffe naam voor mijn nieuwe paard. Want ik ben wel iemand, ik kijk niet naar kleuren of hoe die eruit ziet. Ik bouw gewoon een band op met hoe die ook is, zeg maar. Want dit is gewoon, mijn paard is gewoon lief. En weet je, je moet mensen niet, en paarden ook niet beoordelen op het uiterlijk. Maar gewoon op hoe trouw ze zijn en hoe, hoe goed je ze kunt berijden. Sorry, ik heb het ontzettend naar mijn zin met mezelf. Goed, ik doe natuurlijk altijd wel een wolfpelt meenemen. Het is niet goed wolfpelt, dat is ook belangrijk. Hè? Als je hem met pijl en boog zou neerschieten, dan krijg je heel mooi wolvenpelt. Maar als je hem gewoon neerschiet zoals ik, gewoon met mijn gun, maar ja, het was een noodgeval. Dat gaat ten koste van de kwaliteit van het vel. Van de huid, van de skin, van de vacht. Vacht, dat was het woord wat ik zocht. Maar het is wel echt vet hoe hij hem openmaakt, hè. Echt, hoppa, nice. Hij doet het wel heel snel, het is echt een vakman. Puur zang.
Zo, ook een slechte wolfpijl. Maar goed, het levert toch weer een paar dollar op. En weet je, het kost bijna geen moeite. Dus we leggen het er gewoon op. Hoppata, en we gaan. En ondertussen pak je ook vlees. En niet dat hele stuk, maar wel een hart en dat soort dingen. Goed, we gaan verder. Ik geef mijn paard nog eventjes wat lekkers, want die heeft het ook koud. Stimulant, prima. Spuit erin. Bam. Prima. Ja, hier wordt het echt heel mooi. Echt zo'n gletsjergebied. Ik vind het echt heel tof. Ik word er blij van. Door het water zal best koud zijn, maar het kan niet hebben. Arthur heeft het wel koud, zie je linksonder. Wow, health core is empty. Dan pak ik gewoon even health. Ja, ik moet ook weer meat eten. Ik kan misschien even een kampje opbouwen hier, dat ik even kan eten. Zal ik dat dan eens even doen? Dan heb ik hier gewoon een kampje. En dan... Dan kan ik eventjes opwarmen bij het vuur. En dan kan ik even wat eten. Als ik wat eet, dan word ik daar weer beter van. Even tentje opzetten. Ja, ik wil graag... eten. Mag ik eten? Dank je. Om even naar het vuur toe. Kok. Kijk wat ik nog aan voedsel bij me heb. Big game. Plain big game. Hoppata. Gaan we gewoon doen. Hoppata. Koken. En eten. En nou vult mijn hart linksonder weer aan. En dan ga ik gewoon weer verder. Ik ga mijn kamp natuurlijk ook weer opruimen. En dan zijn we helemaal klaar. Goed, beslagen ten ijs. Voor het laatste stukje travel. Komt-ie. Overigens wil ik het volgende video item wil ik gewoon de andere diagonaal doen. Want er komen meer gebieden in waar ik nog nooit ben geweest. Vind ik wel vet. Dus dat doen we in de volgende video wel. En dan gaan we ook nog een video maken met de wapens. Dat lijkt me ook wel vet. Kan ik jullie alle wapens laten zien uit de game? Of niet alle wapens, de wapens die ik heb. Weet je, de game is nog niet uit. Tenminste op het moment van filmen. Als jullie het kijken is het ongetwijfeld net uit. Of als je het heel laat kijkt, is het heel lang uit. En denk je, god, Red Dead Redemption 3 komt eraan. Ik ga weer eens oude filmpjes kijken. Nou, leuk. Ik heb heel veel zin in Red Dead Redemption 3, kan ik je vertellen. Dit laatste stuk is heel erg mooi. Heb ik net ook al gedaan, maar toen ging het dus mis. Dit is echt heel tof. En je kunt ook met je paard, dat is natuurlijk ondiep. Dus je kunt ook met je paard kun je hier doorheen. Arthur vindt dit wel koud overigens. Maar je kunt gewoon door het water chasen. Het gaat nog sneller dan... Dan door de sneeuw. Dan door de diepe, diepe sneeuw. Paardje wordt moe. Eventjes een beetje rustig aan. Wauw. En nou komen we echt hoog hoor, hè. Konijntje. Bokjes. En het valt mij trouwens op dat hoog in de berg is een van de weinige plekken waar je muziek krijgt. Puur en alleen tijdens zeg maar stille gameplay. Er zit natuurlijk heel veel muziek in de game, in de storyline. Maar er zit heel weinig... fully restores health en... er zit heel veel muziek in de filmpjes en in de avonturen die je daar beleeft. Maar niet in de gameplay, zeg maar los in de wereld. En dat doet hij hier dus wel. Omdat we zo hoog zitten waarschijnlijk. Dit. Oh, fuck. Oh, nee. Oh, nee, fuck. Oh, mijn paard. Oh, nee. Ja, use a horse reviver. Ja, ik ga het doen. Waar is mijn horse reviver? Shit. Moet ik daar naar hem toe? Ik heb nog nooit een horse reviver gebruikt. Want elke keer als ik dood, gaat mijn paard ook dood. Tenminste, dat is nu één keer gebeurd. En daar was ik niet blij mee. Ik ga daar naartoe. Ik zie het niet staan. Oh nee, het is te laat. Oh, dan moet ik het laatste stukje lopen. Oh, maar dit is echt... dit is zo koud ook dit. Oh, man. Dat gaat helemaal mis. Oh, maar ik wil de top bereiken. Ik moet
de top bereik. Ik ga het gewoon doen. En hoe ik dan terugkom straks zonder paard, ja, dat gaan we wel weer zien. Ik heb werkelijk waar geen idee. Ik merk dat het niet goed is voor mijn stamina dit. Hoe ver moet ik nog? Oh my god, ik moet nog een klein stukje. Maar we gaan het redden. We zijn alsof we... Dit is onze Everest, jongen. We gaan onze Everest beklimmen. We komen er. Paard is gesneuveld achter me. Hoe ik dit straks weer ga opzetten voor mijn nieuwe gameplay sessie, wordt waarschijnlijk een giga probleem. We gaan het wel zien. Maar we komen er wel. Denk ik. Hoop ik. Kom op, Arthur. Je kunt het. Hoppa. Ik hoor ook onstuimige muziek. Het zou me niks verbazen als dit berengebied is. Kijk, dat zijn natuurlijk altijd van die mooie riviertjes en watervalletjes waar je altijd beren ziet die zalm vangen. Weet je, oké, dat? Ik heb ze in de game al 2 keer gezien. Midden in een meertje dat ze lekker zalmpjes aan het vangen waren. En toen stond ik op afstand. Toen was ik de paard. Dat kan er niet, maar ik ben er. Ik ben aan het einde van de map hier. Oh, we zijn er, Arthur. Je hebt het gered. Wat knap. Ah, klim gewoon de sneeuw op. Prima. En dit is verder kunnen we niet. We zitten helemaal linksboven in de kaart. Oh, wauw. Is er niet hier een soort van beloning? Een soort van kist met goud? Een pot met goud waar Arthur heel rijk van wordt? Maar nee. Maar goed, de reis er naartoe is altijd belangrijker dan de bestemming. Jongens, dit is de eerste gameplay video van Red Dead Redemption 2. De map, de open wereld, wat daar allemaal te doen is. En welke avonturen Arthur Morgan allemaal beleeft buiten de subquests en buiten de hoofdverhaalmissies om. Een levende wereld, dat kunnen we volgens mij wel zeggen. Ik ben Peter Bouwman van Gamersnet.nl. Onwijs bedankt voor het kijken. En wil je echt alles weten over Red Dead Redemption 2? Check dan vooral op Gamersnet.nl de hele lange, bijna 20 minuten durende videoreview. Of de 2511 tellende woorden tellende review geschreven. Helemaal door elkaar, jullie begrijpen wat ik bedoel. Tot snel, later.